Quincy, we gaan met jou praten, Quincy Cario. Jij houdt je op dit moment bezig als activist. Dat heb je trouwens niet alleen dit jaar, maar ook al eerdere jaren gedaan. Met de komst van Zwarte Piet en Sinterklaas. Maar je richt je met name op Zwarte Piet. Klopt. Er is ook een aankomst in Amsterdam, zoals in veel grote plaatsen de Sint aankomt. In Amsterdam komt hij aan. En wat jou betreft niet. Nou, wat mij betreft komt hij zonder Zwarte Piet. Of komt hij tenminste met een besef waar Zwarte Piet voor staat. Ja. Waar staat Zwarte Piet voor, wat jou betreft? Voor mij, of wat mij betreft, staat Zwarte Piet voor een koloniale oprisping. Het is een reliquie uit 1851, bedacht door Jan Schenkman. En dat is 12 jaar voor de afschaffing van slavernij. En wij voeren dat toneelstukje constant elk jaar weer uit. Dus het lijkt alsof wij terug willen keren naar die periode waarin ik een tot slaaf gemaakte mens was en dat ik eigendom zou zijn van een van u. Juist. En daar ben ik dus tegen. Ja, dat is zoals jij het ervaart. Dat is zo is zoals het eigenlijk is. Nou ja, maar de vraag is of de mensen die Sinterklaas vieren, de mensen die dat vieren in huiselijke kring of op school of wat dan ook, of die dat als intentie en bedoeling hebben. Het gaat mij niet om de intentie van de mensen. Het gaat mij om de impact. Zoals jij het ervaart. Zoals ik het ervaart, zoals de buitenwereld ervaart. Zoals kinderen die van school rennen en zeggen, hey, ik ben voor vieze Zwarte Piet uitgemaakt en thuis het huid van hun lichaam afschrobben. Zoals oudere mensen die elk jaar thuis blijven in die periode omdat ze niet naar buiten willen gaan. Er zijn zoveel verschillende mensen die gekwetst worden. En het feit dat de stem van de donkere mens of de donkere Nederlander in Nederland niet gehoord wordt, daar moet het aan gedaan worden. Al 80 jaar hebben we het over dit fenomeen. Hoezo kunnen we daar niet gewoon van afstappen? Ja. Heb jij het zelf? Overkomt het jou of je familie dat je zo direct geassocieerd wordt met dit soort... Sinds de arrestatie in 2011 overkomt het me wel. Ik werd toen door Geen Stijl op de grond ligt Piet genoemd. Waarschijnlijk nu op Twitter en op Facebook gaan mensen ook wel los met van alles en nog wat. Ja. Maar het begon bij mij toen mijn moeder voor Zwarte Piet werd uitgemaakt. Mijn moeder was toen 56. Zij was buiten. Vervolgens kwam ze naar binnen, het was rond november. En de receptionist van haar werk die zei ten volle overstaan van klanten, we zochten al waar onze Zwarte Piet was en daar ben jij. Ja, en dat kwam bij jouw moeder. Jouw moeder... Ja. Mijn moeder is de sterkste vrouw die ik ken. En op het moment dat zij mij belde, onthutst, gekwetst, dacht ik van nee, dit kan niet langer. Je hebt gedemonstreerd toen in Dordrecht, je refereerde er net even aan. En toen werd je ook gearresteerd. Daar hebben we beeld van. Ja. Laten we even kijken, want het ging er toch hard aan toe. Jij schreeuwt, ik heb helemaal niks gedaan. Wat had je eigenlijk gedaan? Ik had helemaal niks gedaan. Wat was de reden dat je werd opgepakt eigenlijk? Eerder op de dag waren we aangekomen en toen hadden we spandoeken gemaakt in een steeg. En toen kwamen twee agenten naar ons toe en die zeiden, hey, dit mag eigenlijk niet. Televisievoorschriften, het mag niet in beeld komen. Dus toen dachten we, dan ruimen we het op. We hadden de t-shirts aan, zoals je daar ziet. En toen vroegen we nog aan agent Meinster, die naam vergeet ik nooit, van Post 18 in Dordrecht. Ja. En ik vroeg nog van, mogen we daar wel staan? Hij zei, ja, ga maar erheen. Dus we stonden daar en... de dame die u ziet, zij nam een foto van ons. En zij zei van, ik zeg dit al weken. Niemand wil naar me luisteren, Amerikaanse student. Ze nam een foto, stak haar duim op. En binnen 30 seconden kwam de politie op ons af van, jullie moeten nu gaan. Goed. Laten we even langs de tafel gaan. Want Henk Westbroek, jij bent bekend van veel. Bijvoorbeeld ook van Sinterklaas en natuurlijk Zwarte Piet. Ja, ik heb inderdaad een grote poging gedaan om de slavernij te herintroduceren in Nederland. Maar het is niet gelukt. Nee. Dat is inderdaad. Ik deed het niet bewust. Dus, maar luister, en later nog eens een keer. Ik ben toch zeker Sinterklaas niet. Daar komt ook nog een Zwarte Piet in voor. Het is verschrikkelijk. Maar ik wist het niet, hè. Ik vraag diepe verontschuldiging. Nou, want ik heb nooit geweten dat ik mensen daar zo mee op hun ziel trapte. Met het woord Zwarte Piet. Maar nu toch even serieus. Je hoort dat Quincy een aantal voorbeelden geeft vanuit eigen familie en omgeving. Elk woord kan tot scheldwoord verworden. Nou, ik bedoel, het woord allochtoon,
Wat een heel neutraal woord was voor iemand die van buiten Nederland komt, wordt als scheldwoord gebruikt. Ja, het is zo. Allochtoon is geen neutraal woord. Nee, ja, niet meer, maar het nee, was dat ooit was het in het begin ook niet. Nou, het betekent letterlijk andere gesteenten. Nee. Dus allochtoon, ja, kom ik van een andere wereld als allochtoon? En daarnaast, allochtoon is bedacht. Allochtoon is bedacht door mevrouw Verwij Jonkers, een socioloog in Utrecht. Precies. Ik woon namelijk in haar huis en ik heb les van haar gehad. Okay. En haar man was aardkundige. Uh-huh. En het woord allochtoon, wat een steenlaag betekent, was om duidelijk te maken, die loopt onder heel Europa, dat de mensen die van buiten Nederland kwamen, eigenlijk naar Zwarte altijd Piet. Al even terug, even kortom, terug naar... ook hier weet je alweer niks vanaf. Nee. Even terug naar Zwarte Piet. Henk, even terug naar Zwarte Piet. Ja, ik begrijp je emotie. Maar dit heeft een aantal voorbeelden gegeven van mensen, die zijn moeder in het bijzonder, die zich zwaar gekwetst voelden. Ik bedoel, elk woord, het woord negerzoen, het woord homo, elk woord kan als scheldwoord gebruikt worden. Dit gaat niet om het woord, meneer Westbroek. Het gaat om het feit dat wij constant de stemmen van mensen die gekwetst worden niet als volwaardige stemmen zien. Ja, maar het gaat om het feit dat wij hier in Nederland nog steeds zo boos worden op het moment dat ik zeg van hé, dit klopt niet. Mm-hmm. En terwijl de rest van de wereld ook zegt. U loopt net te schreeuwen hier op tv. Schreeuwen, omdat ja, u ik weet, dat is ook meneer. uw shtick, dus dat doet u ook wel. Maar het gaat erom dat wij hier in Nederland beseffen dat Nederlanderschap niet een witte huidskleur betekent. Nee, maar dat zeg maar ik toch ook helemaal niet. Dat zegt hij. Wie zegt ik dat heb nou? Ik heb helemaal niet het gevoel dat allerlei kinderen van nu. Je kunt nooit iets afdingen op ervaring en perceptie, maar er groeit toch echt werkelijk geen enkel blank of donker kind volgens mij op met het idee dat die Zwarte Piet voor racisme staat. Het is en een hele verschrikkelijke, aardige man geworden. Die niet meer met de roe zwaait. Die helemaal niet meer als bedreigend overkomt. En dat is dus ook een punt. Want de roe is in 1966 op het 8 uur journaal eruit gekikt. Dus de figuur is al gedurende zijn vanaf 1851 constant aangepast aan de tijd waarin we leven. Goed. Wat vind je ook dat mensen die Zwarte Piet spelen, dat die ook Erik van Muiswinkel of zo, dat die in de zak moeten? Of nou, Erik van Muiswinkel, van Muiswinkel heeft afgelopen april aangegeven dat wij aanpassingen moeten doen aan de figuur van Zwarte Piet, omdat hij een Zuid-Afrikaanse adoptie of ja, hoe moet je dat dan doen? Dat is toch het enige wat je wil, dat die zwarte lagen niet meer op zit? Nee, ik wil dat mensen ervan uitgaan of mensen nadenken over wat ze doen. En op het moment dat zij weten, hé, dit is racisme, want racisme betekent letterlijk... Maar hoe weet je dat nou dan? Je kunt toch niet zien aan die zwarte pieten dat ze weten wat racisme is als ze over straat lopen? Precies, en dat is dus het punt. Mensen hoe ga je dat dan doen? Mensen moeten onderwezen worden wat racisme nou precies inhoudt. Op scholen? Stormfront is niet het enige racisme die we hebben. Het moment dat Bosman wet in werking treedt en ik als Antilliaan dat land uitgekikt zou kunnen worden omdat ik Antilliaan ben, dan hebben we verschillende burgerschappen. Dan hebben we verschillende type Nederlanders. Wat is en daar Bosman, gaat het wat is de Bosmanwet? Of is dat het Bosman-arrest? Heeft het met die voetballer te maken? Of nee, niet? Of, nee. Ik weet niet wat de Bosmanwet is. Nou, u heeft een redactie. Zoek het maar op. Maar je kunt het toch ook even uitleggen? Nee, ik ben eigenlijk hier niet als een soort van pedagogisch ding om uit te leggen hoe alles precies in elkaar zit. De Bosmanwet is juist een van de redenen waarom ik denk van het gaat bergafwaarts in dit land. Met de manier waarop omgaan met wie Nederlander is en wie niet. Nou, thuis zit iedereen al te googlen bij de Bosmanwet. Okay. Even, wat wil je nu ondernemen om te voorkomen dat er weer Zwarte Pieten over 41 dagen met Sinterklaas meekomen? Nou, op dit moment heb ik een... Ik heb in ieder geval ten opzichte van de arrestatie in 2011 heb ik een aanklacht ingediend bij het European Court for Human Rights tegen de Nederlandse staat. Dus dat is één, dat loopt al. En daarnaast heb ik nu een bezwaarschrift ingediend tegen de vergunning, omdat de creativiteit en innovativiteit dat voorgeschreven wordt vanwege de buitenevenementennota van 2008 van Amsterdam, dat wordt niet nageleefd hiermee. Daarnaast, elke intocht of elke evenement dat buiten georganiseerd wordt en meer dan 2000 bezoekers heeft, moet een jaar van tevoren op 1 september aangevraagd worden. Dat is niet gedaan hiermee. En daarnaast, wat je krijgt, wat je krijgt met de intocht is Henk, het feit... Erbij. Ja, sorry, ik heb zo'n meelijden met meneer Eberhard van der Laan die dit soort vergunningen... Jouw collega burgemeester bedoel ja. En ook nog een laatste punt is in 2011, toen mensen hier in Amsterdam gearresteerd werden, werd hen letterlijk gezegd, je moet afblijven van Zwarte Piet en er ook niet over praten. Dus wat je krijgt is dat Zwarte Piet als functie dient om de mensenrechten van anderen
in te dammen. Okay. Goed, behoor dat. Een duidelijk verhaal. Maar vind je? Nou ja, in de zin. Ik heb nog nooit iemand ontmoet die Zwarte Piet gebruikt heeft als onderwerp om de mensenrechten in te dammen. Ja. Met alle respect hoor. En ik begrijp dat er akelige mensen zijn die donkere mensen voor Zwarte Piet uitschelden. Ik begrijp dat er akelige mensen zijn die homofielen voor homo uitschelden. En die mollige mensen zoals ik voor varken uitschelden. Ja. Maar het is toch niet zo. Bent u voor of tegen pesten? Ja, meneer. Ik kan toch nooit voor pesten zijn? Ik ben ontzettend voor pesten. Ja, ik bedoel, is het nou voor een ontzettende rare vraag? Oké. Okay. Ja, daar gaat het in principe om. Bent u je kan mij niet genoeg pesten. Want hier bent u nu aan het pleiten. Hier bent u nu aan het pleiten voor pesten. De regie hoort in onze handen te zijn. Vandaar kondig ik nu aan dat we straks met Henk Westbroek gaan praten. En dan gaat het vooral over de mogelijkheid dat hij burgemeester van Utrecht wordt. Wat hij graag wil worden.